Dat zeg ik toch. Dat alles wat gebeurt, gebeurt met reden. Kort geleden nog kropen ze in hun box. En vandaag zijn het al derdejaarsstudenten Frank Sanders Academie. Dat betekent binnenkort een afscheid van elkaar. Maar eerst De Wereld Draait Door. Een collagevoorstelling met bestaande liedjes met vertaalde teksten van Allard Blom. Duizend jaren later zijn paleizen nog paleizen. Teksten, vertalingen of oorspronkelijk repertoire van Allard Blom, tekstschrijver Allard Blom, waarvan ik dacht het is heel leuk om met de derdejaars eens zo'n collageachtig programma te maken. Een collage van? Van allerlei verschillende nummers zijn het. Het zijn nummers uit The Witches of Eastwick, uit Een Perfecte God, uit... je kan het zo gek niet bij. Allard heeft zo waanzinnig veel geschreven. Ja. En daar heb ik allemaal nummers uitgezocht die passen, waarvan ik denk dat die bij de leerling student past. En het is een ensemblevoorstelling, dus ze doen het ook met z'n allen, on stage. Maar van daaruit moeten ze dan steeds een eigen solo doen. Eenzijd is een begin, al is het pril één stap. Die allereerste stap maakt het verschil. Dus hou je vast en zet je schap. De eerste trede van de trap zijn vaak het zwaarste. De verbindende factor is het voorlezen van vrij actuele krantenfragmenten. Ja. Ja, de bedoeling is min of meer dat je aan de hand van de actuele fragmenten, krantenartikelen, je realiseert dat wat er ook gebeurt, de wereld al draait door. De wereld gaat gewoon door. Ja. En of je nou verdriet hebt, een gebroken relatie of iets wat je wil wat je niet kunt krijgen, hoe dan ook, de wereld gaat altijd door. Stap voor stap ben je de echte zien als een verleden. Leer ik enkel naar de zon te reiken, niet meer achterom te kijken. Merkend een dreun van wat vandaag gebeurt verstond. Stap voor stap. Dit zijn derdejaars studenten. Waar staan ze nu op dit moment in hun opleiding? Voor een groot deel aan het einde bijna. Ja, ze moeten inderdaad nog een eindvoorstelling maken. Ja. En ze zijn eigenlijk al wel heel erg ver. Omdat ze... afstuderen, maar in hun persoonlijke ontwikkeling ook een heel eind zijn. En als het goed is, hebben ze nu net na Klein Carré, waarin ze allemaal hun solo hebben gespeeld. En sommigen hebben ook duo's gedaan. Maar zijn ze daarin ook weer een stap verder? Mm-hmm. En zouden ze dat weer moeten kunnen combineren in dit programma? Om uiteindelijk te excelleren in hun eindexamenvoorstelling. Als hij charmant praat, ga ik akkoord. Als hij pikant praat, val ik voor een moord. Want mijn verstand gaat dus zo overboord. Ga ik niet, ga ik wel, ja ik wil en nu snel. Wil weer een nacht bij hem zijn. Is elk derde jaar anders? Ja. Ja. Volkomen anders. Nou, dit derde jaar met bijvoorbeeld David van den Tempel, die ik volgend jaar al in een Dommelgraaf en Cornelis productie ga zien. Nou, ik heb met deze groep ook vorig jaar, toen ze tweedejaars waren, de eindvoorstelling gemaakt onder de bomen. Mm-hmm. Dus ik ken ze redelijk goed. En het is een goede zelfwerkende groep mensen. En ik vind ze slim, intelligent, theatraal en eigenlijk al wel heel ver voor zulke jonge mensen. Maar er blijft nog genoeg te wensen over, hoor. Herman en de kinderen opgelucht en kennissen die smullen van het gerucht. Want ik word niet door een pil of druk verlost.
Mijn kwalen worden echt door heel iets anders opgelost. Het zijn geen klonen van elkaar? Zelfde opleiding, zelfde mensen die je voortbrengt? Nou, als iets is wat deze school hoog in het vaandel heeft, is de individualiteit van de student. En vandaar dat ik dus ook voor iedereen een ander nummer heb uitgekozen. Het is ook niet inwisselbaar. Nee, het zijn wel heel erg bijzonder uitgesproken eigen mensen. De ware liefde heb ik nooit ontmoet. Dat voorrecht ken ik slechts uit de verhalen. Jaloers zie ik hoe al mijn vrienden stralen. Maar de ware liefde heb ik nooit ontmoet. Een deel van deze derdejaars zwaai jij uit na hun eindvoorstelling. Is het dan ook echt een afscheid? Houden jullie contact? De praktijk wijst uit dat de meeste studenten de eerste 3 jaar nog wel blijven komen, voorstellingen bezoeken, lessen komen kijken. Die houden wel een contact. En daarna, als ze echt gewoon na zo'n 5 jaar hun eigen levens hebben, partners en spelen en verantwoordelijkheden, dan zie je ze hooguit nog 1 keer in het jaar. Maar ik ben eigenlijk over de manier waarop alumni bij de school betrokken blijven, ben ik eigenlijk heel erg trots en tevreden. Ja. Los van alles, ooit de witte vlokjes sneeuw. Ik lijk te zwijgen, lijk op te stijgen, toch zwijg ik niet iets meer. Dieper, dieper en dieper, dieper en dieper. Geef jij al dit onderwijs? Wow. Dan gaan we terug naar al de vorige eeuw. Ja, al heel lang. Ja, ik deed het al op de Kleinkunstacademie. Ja. En toen was ik een jaar of 22. Hmm. Dus reken maar uit. Ja. Nou, anders moeten we dat nog een keer heel goed afspreken. En ook dat jullie weten, je moet toch tellen of het 4 intro's zijn. Wat krijgen mensen van jou als jij hun begeleider bent? Wow, god, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Wat een moeilijke vraag. Wat krijgen ze van mij? Onvoorwaardelijke aandacht. En ik probeer mensen in hun waarde te laten. En ik probeer dat wat hun eigenheid is zo goed mogelijk naar boven te halen zonder ze te kwetsen of te kleineren. Ik ben een redelijk positief mens. Maar dat moet je loslaten. Nee. Ach man, dat kan toch helemaal niet. De hele Pasen ga je zitten balen. Nee, het is het boomste eitje. Ga weg, jongen. Het is een toneelstukje. De wereld draait door. Ja, daarom. Ga gewoon vliegtuigen naar beneden en dan worden mensen verkracht en dan worden vrouwtjes opgepakt. En andere mensen die winnen de bingo. Maar de wereld draait door. Nee, echt zo belangrijk is het niet, liefje. Kom op. Maar dit is gewoon, dat mag ik even voor mezelf gewoon over een uurtje weer weg. Oh, oké. Bij de bol. Bij het biertje, bij de hertje. En weet je, ik hou van je. En dat is het allerbelangrijkste. Ik hou niet van mensen deconditioneren. Want ik functioneer zelf niet als mensen mij ontzettend afbreken. Ik functioneer zelf het beste als mensen me veel pluimen geven. En dan weet ik zelf heus nog wel dat er nog een pluim bij moet of af moet. Of dat er enige geknakt is. En dat probeer ik op die manier probeer ik mensen te stimuleren. De wereld draait door met duizend indrukwekkende snelheid. De wereld draait door als een sneller ziel in zijn kracht. De wereld draait door en soms ben ik even de weg kwijt. Dan wil ik het liefste er even heel even van. Er zijn mensen ook gewoon niet betrokken bij Frank Sander studenten. Wat hebben ze dan aan De Wereld Draait Door 9 april? Dan zien ze een heel mooi repertoire.
bevlogen jonge mensen die vanuit een oprechte betrokkenheid met het repertoire een voorstelling staan te spelen. We gaan het zien, 9, 10 en 11 april. In Klein Carré. In Klein Carré, ja. Bovenin. Ja, okay, hartstikke dankjewel. Leuk. Dankjewel. Ja, graag gedaan.